Daarmee is het gewijzigde raadsvoorstel met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. Dan is hiermee dit onderwerp afgerond en ik denk niet dat iemand van ons straks vrolijk naar huis gaat. Volgens mij kent deze avond alleen maar verliezers. Hans Teunis, fractielid van de SP. Uw motie heeft het gehaald in de raad. Wat vindt u daarvan? Ons amendement heeft het gehaald, maar ik denk dat dit een avond is, zoals de burgemeester ook al zei, die alleen maar verliezers kent, want niemand is hier gelukkig mee. Uw motie is aangenomen. Is daarmee het dossier Theaterhotel definitief gesloten? Nee, dat is niet aan de gemeente, dat is niet aan ons. Wij hebben een verzoek gekregen van het Stadstheater over een investeringssubsidie en daar hebben we een antwoord op gegeven. En ons amendement werd wat ons betreft onterecht weggezet als het verbreken van de relatie met het Stadstheater. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat het dat niet is. Wij knippen de banden niet door, wij verbreken de subsidierelatie niet. Wij sluiten ook geen theater. Dat theater is niet van ons, dat theater is van de familie Hammink. Als zij aan de hand van dit besluit haar conclusies trekt, haar consequenties neemt en besluit ermee te stoppen, dan is dat haar besluit, dat is te betreuren. Maar dat is haar goed recht als eigenaar van het theater. Had u kunnen bevroeden dat er ook nog een motie van wantrouwen zou worden ingediend tegen wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis? Ja, ik vreesde het. En je weet het natuurlijk nooit zeker hoe een avond gaat lopen, maar hier speelde heel erg de kwestie van wat is nou hoofdzaak en wat is nou bijzaak. En dat moet elke raadslid voor zichzelf nagaan. Je hebt altijd een stuk inhoud en je hebt een stuk proces. En voor ons was vooral de inhoud belangrijk, want uiteindelijk doet dat proces er wel een stuk toe. Ik heb daar ook wel wat over gezegd, maar dat was voor ons niet de hoofdmoot. Ik heb hem ingediend, maar er waren natuurlijk meerdere fracties die dat gedaan hebben. En namens die fracties heb ik hem ook ingediend. En een van de belangrijkste redenen daarbij is, dat hebben we ook aangegeven in de raad, dat we vinden dat het respect voor de raad toch wel heel erg onder druk komt te staan als je zegt dat raadsleden niet meer moeten spreken met de samenleving en dat ze dat als een mes in de rug voelen. Dat kan natuurlijk niet. Dat staat haaks op onze taak als volksvertegenwoordiger. En daarnaast is het zo dat op een aantal punten aantoonbaar duidelijk was dat mevrouw Overmeen niet conform hetgeen vertelde wat eigenlijk ook op de tape staat. En dat maakt het allemaal heel erg lastig. En ja, dan krijg je toch een situatie die je niet moet willen met elkaar. En ik wil daar wel aan toevoegen. Ik heb met mevrouw Overmeen al hele andere trajecten gedaan. Ik begon ook van met pijn in mijn hart en dat bedoel ik ook oprecht. Is het vertrouwen tussen de raad en de wethouder nog te herstellen? Ja, de motie van wantrouwen is ruim verworpen. En dat deel van de raad heeft het vertrouwen nog gegeven in de wethouder. Ik hoop dat het deel wat dat vertrouwen heeft verloren, dat daar toch nog een uitkomst komt. Maar dat is echt aan hen. En wat voor gevolgen dat heeft, dit gaat echt nog wel een staartje krijgen. Ja. Kan het vertrouwen hersteld worden? Op dit dossier in ieder geval niet, hè, want vanavond is hier een finaal besluit over genomen. Dus, en er zullen veel dossiers nog volgen en ik hoop dat wij elkaar daar weer in vertrouwen vinden. Er lijkt me toch wel een stevig gesprek nodig. Om een stevig gesprek kan ook heel verhelderend zijn, kan ook heel goed zijn wederzijds. En dat geeft ook weer een nieuwe kijk op de wereld. U bent van harte welkom om te blijven, maar ik begrijp ook als u wilt gaan. Ja? Oké. Okay.